Ha Maarten en Tom, Maurice uit Utrecht hier. En ik luister met veel plezier altijd naar de podcast. Groetjes. De kernfout in het denken over dit type van probleem, dat alles zo moet blijven als het nu is. Nee, dat gaat niet gebeuren. In geen enkel opzicht. Probeer het ook altijd bij lezingen uit te leggen. Denkt u nou eens een halve eeuw terug. Waar zitten we dan? 1970. Lees eens iets over 1970. Als u meer contrast wil, zou ik zeggen, trek er nog 20 jaar vanaf. 1950. Dat is een totaal andere wereld. Het verlossen. Kunt u mij horen? Was jij nou in Flevoland weer? Nee, ik was niet in Flevoland. Ah, oké, dacht dat je daar ik was. Ik was in Zierikzee. Ah, kijk. En Zierikzee is de, zeg maar, de hoofdplaats, als je het zo kunt noemen, van Schouwen-Duiveland. Ja. Dus daar hebben we aandacht aan besteed. In verband met het programma van Met Mijn Broer en Zus. En zoals waarschijnlijk velen bekend zal zijn, wordt dat natuurlijk pas volgend jaar uitgezonden. Ze hebben graag wat op de plank liggen bij de NPO, denk ik. Ja, ik weet het niet. Vroeger, in principe, krijg je de eerste montage, of de, wat ook de definitieve montage is, te zien. Nou, ergens in het najaar. Dus dan kijk je zelf even, word je toegestuurd, dan kijk je even op je computerscherm of het een beetje lollig geworden is. En vroeger werd het dan geloof ik in januari uitgezonden. Want het is natuurlijk ook al, we zijn ook al 9 jaar bezig of zo. En, maar tegenwoordig is het mei, want volgens mij is het nu afgelopen zaterdag, dat we zeggen gisteren, is het begonnen. Dat was Gorkum. En wanneer is dat opgenomen? De zomer, afgelopen zomer toch? Ja, zeker. Het was een ongekend warme dag. Want mijn zuster vond het alweer veel te warm. Dat weet ik niet precies meer, maar het zal ergens juni, juli of zo. Want de volgorde waarin het opgenomen wordt is niet noodzakelijkerwijs de volgorde waarin het uitgezonden wordt. Dat bepaalt de netmanager. Ik denk het. Je weet, de wereld van Hilversum is volkomen ondoorzichtig. Dat is een soort pentagon eigenlijk waarin een gemeest, waar eigenaardige beslissingen worden genomen op vreemde momenten. En die natuurlijk geteisterd worden door een idiote omroepwet, waardoor we aan een lopende band om de zoveel jaar weer een club halve garen erbij krijgen. Ja, ik vind dat heel bedenkelijk eerlijk gezegd, dat je in Nederland met, wat is het, ik geloof met 50.000 handtekeningen kun je een omroep beginnen. Hè? Ja. Wij zouden bij wijze van spreken met deze podcast een omroep kunnen beginnen. Ja, zit je ook in zo'n studiootje, zo'n tafeltje, hè? Met een beginmuziekje en een eindmuziekje. En nou, gaan ze maar door. Maar dit is veel lolliger, toch? Ik vind het wel. En hoe vaak wordt er nou iets uitgehaald? Want hoe lang ben je per aflevering aan het opnemen? 2 dagen. En die aflevering duurt 1/2 uur? Ja, 35 minuten, ja. Bij mijn weten. Ja. Ja, wordt, ja, dat gaat ontzettend veel uit natuurlijk, maar dat is inherent aan televisie maken. Ik weet niet precies of dit nou 1 op 10 loopt, maar vaak loopt het 1 op 10. Dus dan heb je 10 maal meer beeldmateriaal dan wat er uitgezonden kan worden. Ja. En jullie worden niet gecensureerd, hè? Je mag zeggen wat je wil. Zeker, en daarom, sterker nog, dat vinden ze eerder een voordeel dan een nadeel, ja, als ik het wel heb. Want ze vinden het ook enorm fijn als we er een beetje doorheen kibbelen, hè? Dus als ik eens kritisch zeg en dan mijn zuster geïrriteerd reageert van hou je bek nou toch eens even dicht. Hè? Laat mij ook eens dat werk. Hè? Dus volgens mij gaat er niks uit. Ja, wat gaat er uit? We gaan er maar vanuit dat we per persoon 3 onderwerpen hebben. Het is 35 minuten, dus dat is in principe al 9 onderwerpen. Nou ja, ik reken maar uit wat dat is aan minuten. Dat is, en dan is er natuurlijk nog een stuk, een flink wat voice-over van Philip. En het moet beginnen, en dan is het ook al met zo'n muziekje, een praatje en zo. Dus ja, je voelt wel dat het allemaal vrij beknopt moet. Maar het is niet geschript, het is niet zo, Maarten, jij moet dit gaan vertellen. En, dit moet totaal je niet, echt totaal niet. Er is niets aan geschript, behalve natuurlijk dat je voorbereid bent op het onderwerp wat je gaat bespreken. Ik bedoel, ik had een ontzettend leuk onderwerp, namelijk over het feit dat Schouwen-Duiveland, ja, leuk is niet het juiste woord misschien, maar goed. Dat de Duitse bezetting van Schouwen-Duiveland om op zichzelf nogal raadselachtige reden besloten heeft om het eiland te inunderen in februari 1944. Wat ook gebeurd is, viel ook trouwens nog niet mee om het te inunderen, want sommige stukken wouden niet echt het hek onder water lopen. Waarom ze dat gedaan hebben, ja,
Nou goed, daar kan ik nu gaan maar van uitleggen. Dat heeft voor dit programma nou niet zoveel zin. Kijk volgend jaar, zou ik zeggen. Want ik vond eigenlijk de gegeven verklaringen, ook van de Duitse kant, die vond ik weinig overtuigend. Dat niet alleen. Ik heb zelden zo'n rommeltje gezien als de Duitse bezetting van Schouwen-Duivenland, zeg. Wat een prutsers. En met elke ortscommandant of inselcommandant was er weer ander beleid. En werd er weer op andere dingen geplunderd. Het was echt van een... Oh. Ja, het is een wonderlijk verhaal. Het is niks voor de Duitsers in principe. Nee, je denkt ook die Duitsers efficiënt en dat werk. Maar dat zijn allemaal in dit geval dus. Ja, misschien dat ze allerlei voor de rest totaal ongeschikt personeel op zo'n eiland zetten. En ja, wat je enorm opvalt toch in alles ten aanzien van Zeeland en Zeeuwse eilanden. Die natuurlijk deels van Zuid-Holland zijn en deels van de provincie Zeeland. Wat nogal verwarrend is, moet ik je zeggen. Ja, dus ik zeg maar, Goeree-Overflakkee is niet de provincie Zeeland. Bij mijn weten, dat is Zuid-Holland. Maar goed, Schouwen-Duiveland is Zeeland. Hoe geïsoleerd het was. En ja, zo'n Schouwen-Duiveland was tot 1965 een eiland. Met een pontje was dat verbonden met het vasteland. Je weet, dat leidt zeker toen er nog praktisch geen toeristenverkeer was. Leidt dat natuurlijk tot isolement. En ja, nog gekker met die watersnoopramp. Ja. Wat je niet realiseert, stel voor dat jij morgen naar beneden komt uit je appartement en je denkt van gek, wat gek, staat een meter water voor de deur. Niet dat dat nou zo waarschijnlijk is, maar bij wijze van spreken. Dan bel je op toch, dan haalt je het iPhone tevoorschijn en je belt alle denkbare autoriteiten op of alarmnummers, zegt er staat een meter water voor de deur, hoe zit dat? Maar dat kon niet in Zeeland, omdat de telefoon, die dijken beginnen door te breken in de zon, nacht van zaterdag op zondag om 3:00. Maar de telefooncentrales werden afgeschakeld om 12:00. Ja, die waren handbediend, dat weet je wel, van die dames die zo'n stekkertje ergens in moesten stoppen. Of dat nou ook toen zo was. En dan bij het begin van de ochtend werd de telefooncentrale weer aangezet. Overigens, wordt ook een van de leukste. Bestaat een boek dat heet Gouden Jaren. En dat gaat eigenlijk over de enorm snelle ontwikkelingen, economisch en ook in andere opzichten in Nederland, tussen zeg maar 45 en 75. En een van de meest magistrale hoofdstukken daarin is het hoofdstuk over de telefoon. Waar ook een voorbeeld wordt gegeven van een mevrouw die geloof er waren inbrekers of er is iets verschrikkelijks gebeurd. En nou ja, ze kan niet bellen. En ze moet tenslotte op de vroege ochtend dat dochtertje naar de buren sturen om te zeggen dat er iets aan... Het is aangrijpend in de zin dat je beseft hoezeer de wereld op het punt van de communicatie veranderd is. En verbeterd is. Ja, nou ben ik heel suf en beledigend de naam van de auteur van het boek vergeten. Maar onthoud u, Gouden Jaren. Het was een enorme bestseller, dus veel mensen zullen het al wel eens gezien of gelezen hebben. Ik kan het warm aanbevelen. Ze zijn in Zeeland ook de kustlijn aan het opspuiten met zand. Hè? Omdat ja, dat is op zichzelf wel aardig. We dachten natuurlijk, het deltaplan is klaar. Hè? Want vanwege de Oosterscheldedam, toen vonden ze het eigenlijk wel eens een beetje klaar. Dat is die in 86, bij mijn weten, is die afgeleverd. Maar nu zijn er weer nieuwe richtlijnen en moet alle delta-hoogte, daar is een standaard voor, dat moet weer een meter omhoog. Ja, werken met de natuur wordt daar ook toegepast, denk ik. Hè? Nou ja, dat is natuurlijk een groot punt. Dat we eigenlijk anders zijn gaan nadenken over kustbescherming. Dat we misschien niet alles van allemaal van die prachtige cementen constructies zouden maken. Maar misschien wat meer zouden werken met de natuur. Kijken hoe de stromingen lopen. Kijk waar de zwakke punten zitten. Spuit op, gebruik zand en zo. Ik heb daar op zichzelf niet zo verschrikkelijk veel verstand van. Maar ik herinner mij, zo ook alweer jaren geleden was ik uitgenodigd voor een lezing over de kustbewaking. Zul je zeggen, weet je veel van kustbewaking, nog een donder. Maar zoals altijd zeiden ze, nee, ja, leuk, komt u maar. Verzin maar wat. Bovendien had ik natuurlijk op Texel gezien. Texel had ik kennis gemaakt met het opspuiten van zand en de effecten daarvan. Texel heeft niemand gezegd, jongens, we moeten een enorme cementen dam gaan bouwen, want anders verdwijnt Texel definitief in zee. Nee, dat wordt met enige regelmaat, dat heet zandsuppletie.
Daar ging ook het verhaal, dat wordt gedaan door een zogenaamde hopperzuiger. En dan was, of dit allemaal waar is wat ik nu ga vertellen, dat hou mij ten goede. Maar goed, ik vond dat een ijzersterk verhaal. Eerst was dat een Nederlandse hopperzuiger met vrij kostbaar personeel. En nou ja, dat was een flinke onderneming. Dus tenslotte hebben ze omgekeken naar een iets goedkopere hopperzuiger. En toen is er een Oekraïense hopperzuiger. Het is in dit verband met de huidige ook wel aardig om te horen. Een Oekraïense hopperzuiger. En ik begreep eigenlijk dat bij minimale betaling, mits er elke dag een flinke krat wodka aan boord gebracht werd, waar ze graag bereid om door te gaan met het opspuiten van die zandsuppletie. Hoe was ik hier nou opgekomen? Dat speelt nu ook wel een rol. Dat we niet weten of we het allemaal wel goed gedaan hebben op de wijze die ook, laten we zeggen, bestendig is bij aangrijpend veranderende omstandigheden. Maar nu ben ik weer op mijn punt terug. Ik ging die lezing houden. Ik vertelde over Texel en zo. Ik meen ook in het rapport van de commissie Vierman, maar dat komt nu bij mij opborrelen. Was ook het idee, doe nou niet te veel met beton, maar spuit ik gewoon een kilometer buiten de kust een soort beschermingszandlichaam op. Dat iets in die geest. Want dan kun je vrij regelmatig gewoon iets bijspuiten. Dat is niet zo'n groot probleem. Wie weet met de Oekraïense hopperzuigers. Dus dat werkte goed. Het lijkt wel kostbaar. Ja, en toen raakte ik in gesprek met een hoofdingenieur van Rijkswaterstaat. En nou ja, toen was al dat hele verhaal van dat de zeespiegel in de loop van deze eeuw 60 centimeter zou stijgen. Dat was al aan de orde. Dus ik zei, hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Nou, van die 60 centimeter was die helemaal niet onder de indruk. Dat konden we makkelijk trekken. Het systeem werkte toch betrekkelijk goed. En kijk eens, als de zeespiegel 2 meter stijgt, zitten we natuurlijk met een enorm probleem. Maar zeespiegelstijging is een relatief traag verlovend proces. Dat komt omdat het smelten van die ijskappen die er nog zijn, namelijk Groenland en natuurlijk Antarctica, dat gaat ook relatief langzaam. Als je het ziet en als je leest dat er weer 20 biljoen ton ijs gesmolten is, denk je, jezus, 20 biljoen ton. Maar dat moet zich verspreiden, want dat vergeten mensen nogal eens, dat onze planeet natuurlijk voor 2/3 met water bedekt is. Dus je hebt tijd om je voor te bereiden en maatregelen te nemen. Als Groenland smelt, wat eeuwen kan duren, hoeveel eeuwen, dat is niet helemaal duidelijk, maar toch wel eeuwen. Dan stijgt, wereldwijd de zeespiegel 7 meter. Maar dat is nog een hele tijd voordat dat ook gebeurd is. Het probleem is natuurlijk dat de meeste mensen wonen laag. Die wonen niet in de Himalaya, maar die wonen in de delta van de Ganges, om maar het klassieke voorbeeld te nemen. Ja. In Nederland bedoel je? Nou, wij namen het niet zo in aan de Ganges natuurlijk, maar ook in Nederland natuurlijk. Wij wonen in een delta. Hmm. Nederland is groot geworden in een deltagebied. En we zijn ook een enorm waterig land in allerlei opzichten. Maar daar hebben we allerlei methodes voor bedacht. En het is ons helemaal niet slecht verlopen in het deltagebied, per slot van rekening. Aangezien wij horen tot een van de allerwelvarendste landen ter wereld. En bovendien, dat doen we al sinds eeuwen. Het is niet zo dat wij, zoals zoveel landen in de wereld, recent welvarend zijn geworden. Nee, wij waren al welvarend in de 16e eeuw. Maar goed, dit tussen haakjes. Maar we hebben dus wel tijd. En als Antarctica smelt, dan stijgt het 70 meter. Dus dan zit je echt wel met een probleempje. Dat duurt sowieso duizenden jaren. Hoeveel duizenden jaren? Kijk, onze media zijn gek op paniek. Hè? Dus dan is er weer zo'n ice shelf is afgebroken in Antarctica. Nou, dan krijg je al. Het is eigenlijk al te laat. Hè? We zitten eigenlijk al. Ik bedoel, als je even naar het eind van de straat kijkt, dan zie je plotseling een tsunami-achtige golf uit de Rembrandtkade opstijgen. Het is verloren. Nee, dat is natuurlijk niet zo. We hebben tijd om ons voor te bereiden. Het is ook maar zeer de vraag of die enorme expansie van de mensen op de planeet, of dat niet toch een tijdelijke zaak is in een groter historisch perspectief. Dus we leven nog steeds in de naweeën van een ijstijd. Daarom zijn er ijskappen. Dat is veel meer tijd geweest dat er helemaal geen ijs op de planeet was. Dat is ook een tijd geweest dat de
planeet een soort ijsbal was. Hè. En ja, voor zover wij weten is, hoe heet het, de ijstijden zijn een vrij sterk geperiodiseerd systeem. En op een goed moment komen ze weer terug. En als je nou denkt dat het niet zo vreselijk lang geleden is dat er een ijsmuur was van enkele tientallen meters hoogte tussen, zeg maar, op de lijn Amsterdam-Nijmegen. Waar komt het Veluwe-massief vandaan, de Wageningse Berg, de Rebbenberg, Mond van Land, dat zijn allemaal, laten we zeggen, veroorzaakt door het ijs. Daar komt de grote trek op neer. Wat je ergens een spaatje in de grond steekt in Nederland of in de Noordzee, wat komt er uit de botten van de langharige neushoorn en mammoet en gaan ze maar door. Maar dat is, laten we zeggen, op planetaire tijd of een geologische tijd is dat nog pas gisteren. Maar jij denkt er komt weer een ijstijd, dat komt op termijn weer terug? Ja, zeg met ik geloof, ik heb het al gelezen, ik zal ongetwijfeld gecorrigeerd worden, maar ik dacht maar 60.000 jaar of zo. Ja, wij denken niet in termen van 60.000 jaar. Wij denken zelfs niet in termen van 1000 jaar. Hè? Maar 1000 jaar heeft natuurlijk geologisch niet zoveel te betekenen. Maar wat wil je daarmee zeggen, als het terugkomt, dat we nu niks hoeven te doen? We moeten daar rustig over nadenken. Niet meteen in paniek raken. Niet denken dat alles moet blijven. Nou, dat is denk ik de kernfout in het denken over dit type van probleem. Dat alles zo moet blijven als het nu is. Nee, dat gaat niet gebeuren. In geen enkel opzicht. Ik probeer het ook altijd bij lezingen uit te leggen. Denkt u nou eens een halve eeuw terug. Waar zitten we dan? 1970. Lees eens iets over 1970. Als u meer contrast wil, zou ik zeggen, trek er nog 20 jaar vanaf, 1950. Dat is een totaal andere wereld. Dat is een mooie uitdrukking, the past is a foreign country. En dat is volkomen juist. Je zou de huidige Nederlanders eens de mogelijkheid moeten gunnen om 1 maand in 1950 te gaan wonen. Jongen, 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 wat zouden ze wat afpiepen, hè? Met hun gezeik over terrassen en onder de douche gaan. En dat ze er met de buitenlandse vakanties en de wintersport, dat bestond allemaal helemaal niet. Woningverdunning, hoe ging het vroeger? Je moest je verloven. Dan was je 7 jaar verloofd en dan als je dan trouwde, moest je nog 4 jaar op de vliering van je ouders wonen. Hè? Want dat is een merkwaardige zaak, sorry dat ik even afdwaal. Dat we nu eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog woningnood hebben. Maar wat er ook gebeurt, we hebben altijd woningnood. Ik bedoel, ik noem ook die idiote prijzen die nu gelden voor Nederlandse huizen. Dat is natuurlijk ook een vorm van woningnood. Ja, de pechgeneratie, hè? Noemde iemand het tijdens de live podcast. De pechgeneratie, dat vond ik ook wel vrij geestig, ja. Vooral voor de pechgeneratie, die zou ik eigenlijk de eerste retourtickets willen verschaffen gratis om 2 maanden in 1950 door te brengen. En dan wil ik ze graag nog eens interviewen over de verschrikkelijke pech die ze hebben. Dat ze aan het begin van de 21ste eeuw moeten leven. Dus ja, ook ten aanzien van die overstromingen en zo, want zo kwamen we erop, ja, op het Deltaplan natuurlijk. Ja, dat Deltaplan, dat was op zichzelf op dat moment volkomen begrijpelijk. Men had er ook wel eens meer over nagedacht. Omdat natuurlijk het feit dat die, wat deed zich voor, een enorm stormveld en er was vloed en er was springvloed en daar kwam nog iets anders bij. Dat was mensenwerk, of liever gezegd de afwezigheid van mensenwerk. Namelijk dat we, zeg maar rustig, 30, 40, nou ja, dat we 30 jaar niks aan die dijk hadden gedaan. In de jaren 20 was al gezegd van nou, die dijklichamen waren niet erg indrukwekkend. Die waren waarschijnlijk niet hoog genoeg. Daar was van alles mis mee. Daar zouden plannen voor gemaakt moeten worden. Ja, inderdaad, dat vonden alle verstandige mensen. Maar zelden gebeuren de dingen die alle verstandige mensen graag willen of aanbevelen. En in de jaren 30 was natuurlijk crisis. Dus er was geen geld. Er werd bezuinigd. Toen kwam natuurlijk de oorlog. En de jaren 40 waren er helemaal natuurlijk, sterker nog, grote delen van Zeeland zijn door de oorlogshandelingen geïnundeerd. Ik had het al over Schouwen-Duiveland en Walcheren natuurlijk. Ja, dat is naar aanleiding van die film, De Slag om de Schelde. Daar weet tegenwoordig iedereen hoe dat precies in elkaar zit en zo. Dat was vanwege natuurlijk de bevrijding van Antwerpen, maar je had niet zoveel aan Antwerpen als de Duitsers de hele Walcherse zuidkust vol met kanonnen hadden gezet. Dus dat moest veroverd worden. Had eerder en beter gekund, maar daar gaan we nu niet op in. Dus ja, het zag er al beroerd uit in Zeeland.
En vervolgens na 45 was de wederopbouw had allereerste prioriteit op een aantal terreinen. Dus ook weer niet het aanpak van dat dijkenprobleem in Zeeland. Dus stapel dit allemaal even op. Een enorm stormveld, het heeft dagen gestormd. En vervolgens dus vloed en springvloed. En 30 jaar verwaarlozing van, laten we zeggen, de kustbescherming. Hmm. En nu wordt die kennis geëxporteerd. Hè? Want in Azië huren ze die mensen in die hier aan die deltawerk hebben gewerkt. Als ze dat dan zo moeten doen als wij het toen gedaan hebben, naar beste weten. Die dingen zijn naar beste weten uitgevoerd. We denken daar deels anders over, maar misschien wordt dat ook aan die lui wel verteld. Ik moet zeggen, ik ben in New Orleans geweest. Want daar hebben ze ook zichzelf me verdedigd tegen het water. Nou, je weet dat met Katrina is die stad natuurlijk volledig onder water gelopen met dramatische gevolgen. Ik vond wat ze er nu van gebakken hebben, die dijkjes met zo'n cementen muurtje erop, dat je denkt, nou, dit kan niks wezen bij een orkaan en opstuwing van water. Daar waren ook Nederlanders bij betrokken, hè? Ja, wat die daarvan vinden is mij niet helemaal duidelijk, maar ik ben geen deskundige dus, maar ik dacht, nou, stuur een orkaan en de hele tent gaat weer onder water. Dat komt natuurlijk omdat er in Amerika geen sprake is van structureel waterbeheer. Echt 0,0. Grote delen van Houston zijn in een moeras gebouwd. Dan kun je zeggen ook grote delen van Nederland zijn in een moeras gebouwd. Dat is waar. Maar wij hebben daar wel, wij weten daar meer van en hebben dat verstandiger aangepakt. Hmm. Het is te vergelijken enigszins met de schade die in de tijd, god, welke was dat ook alweer? Welke storm was dat ook weer? Sandy, denk ik, in New York heeft aangericht. New York was alles gewaarschuwd. Denk er nou om, het kan fout gaan. En Manhattan is een eiland, het steekt de zee in. En dat er hoeft maar iets tegen te zitten. En dan. Maar vonden het beheer van New York, dat zagen ze wel als het gebeurde. Het was veel goedkoper om het eventuele schade op te lopen en dan te herstellen, dan nu al passende maatregelen te nemen. En vervolgens bleek dat volkomen onjuist te zijn. Het bleek miljarden te kosten om de schade van die storm en dat hoge water, om dat behoorlijk op te vangen. Omdat een deel van de ondergrondse onder water was gelopen. Ja. Nou, dat is een elektrisch draaiend systeem, zoals je weet. Dus ja, dat kostte scheppen met geld om dat behoorlijk te repareren. Hoe knap het was dus enorm kortzichtig, dat besluit, het oorspronkelijke besluit. Ja. Uitdagingen zitten natuurlijk wel nog, hoe knap we ook zijn, in Limburg. Kijk maar wat daar gebeurde, zijn in delen van Duitsland. Ja, dat kan alleen maar het gevolg zijn van nalatig beheer van die riviertjes daar. Dat er toch, denk aan Limburg, waar we regelmatig overstromingen zijn in de, laten we zeggen, in de floodplain, zoals dat heet, van de Maas. Ja, als je daar natuurlijk bouwt, dan moet je niet gek opkijken dat je huis onder water loopt één keer per 10 of 15 jaar. Ze hebben er wel rekening mee gehouden, hè? Ze hebben het verbreed, zodat daar ruimte voor Maar dat is dan van recente datum. Daarvoor niet zo. Je hebt ook om de zoveel tijd in de Verenigde Staten overstroming van de Mississippi. En aangezien ze op grote schaal hebben gebouwd in de floodplain van de Mississippi, die natuurlijk weer heel anders is dan een Limburgs riviertje. Ja, is die schade is immens. Hele huizen en hele dorpen drijven weg. Ja, je moet daar wel rekening mee houden. Je moet niet bouwen in een floodplain. Ook niet van een beek, zorg dat je het breed houdt. Kijk, dat water wat toen dwars door dat dorp heen stroomde. Dan weet je dus, hier is iets niet goed georganiseerd. Niet bijgehouden. Dit is een verwaarloosd, typisch een probleem wat door verwaarlozing veroorzaakt wordt. Maar het kan hier ook gebeuren, met dat beekje wat daar loopt. Stel dat hier enorm gaat. Dat is de Rembrandtkade, ja. Maar dat is gereguleerd waterpeil. Dat wordt dat inlaat en uitlaat van het. Ja, maar goed. Dit hele gebied hier, dat is gereguleerd. Stel dat het hier enorm gaat regenen, dagen achter elkaar, want dat was de situatie. Nou, dan kan het wel stijgen. Je kunt bijvoorbeeld, als het hier echt heel enorm gaat regenen, hier in de buurt, zal ik maar zeggen. Dan heb je zo'n sportveld bij het Wilhelminapark, in het zuiden, zo'n speelveld. Dan wordt het een gezellig moeras, wordt dat. Dat ligt te laag en ze zijn er nooit in geslaagd om dat behoorlijk te laten afwateren. Maar ja, die watervogels vinden het heerlijk. Je ziet ze ook met een zeker genoegen rondspetteren en gakken en zo. Zo fijn vinden ze dat er dan ineens een natuurlijk moeras is ontstaan. Ik denk ook wel eens, ik zie daar eigenlijk liever een natuurlijk moeras dan dat eindeloze gezit met pizzadozen en voetballen. Maar goed, dat en gebarbecue. Ja, en barbecue. Ja, dat is natuurlijk mijn egoïstische denkwerk is dat. Ja, en nu natuurlijk weer met de festivals, want Paaspop is weer geweest, of hoe dat allemaal mag heten. Het begint allemaal weer. Paaspop, ja, dat was ook wel in Zierikzee een
paasmarkt. En dat je ook denkt, ik moet hier weg zien te blijven. Waarom mensen toch die immense drang hebben om voortdurend op een hoopje te gaan staan en dan van elkaar de rotzooi te kopen. Hè? Want dat is met markten altijd zo. De ene helft van Nederland verkoopt zijn zoldervoorraad rotzooi aan de andere helft van Nederland. En dan bij de volgende markt wordt het weer doorverkocht. Daarom is Marktplaats ook zo populair. Ja, dat zal het zijn. En dan afdingen, hè? Krakkemikkige kastjes. Zeggen ze, nee, voor 40 euro wil ik wel hebben. Ja? Boeken die geen mens wil lezen. Nee, ik zou dat niet willen. Maar goed, nu we keren weer terug naar het punt. Vanuit, natuurlijk door de overstromingsramp is onmiddellijk besloten dat het natuurlijk een hele hoge prioriteit had. En nu zijn ze aan dat deltaplan aan het werken. Wel wat knap werk is, hè? Zonder meer. Ook als je zegt van we zouden misschien nu in sommige opzichten de zaken wat anders aanpakken. Het is een prachtige constructie. We zijn gisteren nog ter afsluiting naar de Zeelandbrug gaan kijken. En, nou ja, de zon schittert op het water. Ik gun ook iedereen deze twee prachtige paasdagen. Dat is toch wel geweldig. Dit is een beetje triomfantelijk weer. Je moet wel een ongelofelijke onaangename binnenvetter zijn om nu te zeggen van nou, het zou eens flink moeten gaan regenen eigenlijk. Nee, het is echt prachtig. Het is echt prachtig weer. Dat is het leuke van de zon. Dat hij vooral bij zijn debuut in de lente, zal ik maar zeggen. Dat het dan toch zo'n enorm opgewekte indruk kan maken. Dus ja, het zijn schitterende constructies zonder meer. Denk ook aan de Oosterscheldedam natuurlijk. Die half doorlaatbaar is. Kortom, we hebben ons best gedaan. Volgens Amerikaanse waarnemers is het 8e wereldwonder. Maar, wat zullen we daar nu eens afsluitend van zeggen? Het is een werk in wording, nog steeds eigenlijk. We zullen toch ook als die stijging van die zeespiegel, want daar lees je ook heel verschillende dingen over. Ja, je hebt mensen zeggen, nou ja, het zal rond de 60 centimeter zijn. En maar je hebt natuurlijk ook gezegd van, nee, het kan enorm tegenzitten. En dan is het 1,5 meter of zo. Dat zie ik niet zo gebeuren. Kijk, veel van die, laten we zeggen, dramatische voorspellingen, dat zijn stapelvoorspellingen. Dat we zeggen, die zijn gebaseerd op het feit dat alles misgaat wat er in principe mis zou kunnen gaan. De wet van Murphy. Is dat de wet van Murphy? Maar dat is zelden het geval. De wet van Murphy geldt vooral, denk ik, voor kantoren en verkeerssituaties, maar niet voor dit type van situaties. Maar het zou kunnen, dat is op zichzelf. Want dat is natuurlijk ook wat je nooit iets over hoort eigenlijk. Het is ook een interessante uitdaging, toch? Zeker. En we zijn oneindig veel rijker dan we waren. Als je vergaat, kom ik weer terug op 1950. Nederland was een armoedig afgetakeld land. En we waren nog bezig volop aan de wederopbouw. En nu hebben we natuurlijk geld zat. Ja, dat we het vanwege allerlei ideologische overwegingen het liefst besteden aan nog grotere en duurdere auto's, aan nog meer vakanties, aan een enorme groei van vakantiehuisjes all over the place. Ik heb net natuurlijk 2 dagen met mijn zuster doorgebracht, dus all over the place, ik weet niet hoe moet je dat vertalen. Hè? Overal, ja, moet je de krant opslaan, ik moet zo nog iets over de krant zeggen. Hoeveel van die vakantiehuisjes je wel niet kunt kopen overal in Nederland, maar ook in de hele rest van West-Europa. Ja, dat we kunnen het ook anders, je kunt het ook collectiever besteden. Maar goed, de afgelopen 25 jaar vonden we dat nou juist niet zo verstandig. We wouden het allemaal zelf besteden. Hè? Waar we daar zelf iets over kunnen zeggen. Nou ja, wat doen mensen dan, weet je. Het is altijd heel interessant om te zien wat criminelen doen met de enorme hoeveelheid geld die ze verdienen. Je hebt altijd een enorme collectie peperdure auto's waar ze eigenlijk niet in rijden. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. De krant, daar had ik het even over. Ja, het is heel eigenaardig. Het was wat dat betreft een zware week voor mij. Godzijdank heb ik de kwaliteitskrant van zaterdag van gisteren weer wel ontvangen. Maar de hele rest van de week heb ik hem niet ontvangen. Ik vermoed, ja, mijn vrouw heeft druk gebeld, maar eigenlijk viel er niet goed achter te komen waarom dat zo was. Mijn indruk is dat alle bezorgers plotseling overleden zijn aan een zeer besmettelijke bezorgersziekte. Of dat ze corona plotseling iets anders hebben verzonnen om te doen. Ik weet het niet, maar ik heb dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geen krant ontvangen. Dat is in mijn geval toch een... Nou ja, je komt naar beneden en denk je... Nee, er is geen krant. Nou,
kan allemaal zo komen. Of een kwartiertje, een half uurtje. Nee, weer geen krant. Hè? En ik, ja, ik vind het toch wel, even afgezien van de kosten, vind ik het fijn om 's avonds in die krant te kijken. Nou begreep ik dat ze eigenlijk een ochtendblad zijn geworden wat betreft de bezorging. En misschien dat ze gewoon denken, nou ja, volgens hem ligt toch in zijn bed 's ochtends. Hoeveel, het heeft geen enkele zin om hem de kwaliteitskrant 's ochtends te bezorgen. Dat dacht ik eigenlijk, dat dat het was. Maar ik heb, wat ik al zei, ik heb 5 dagen geen krant gekregen. Je had natuurlijk wel naar de kiosk kunnen lopen en hier even zo'n krant kunnen kopen. Ja, dat had gekund, ja. Maar ik had er steeds vertrouwen in dat het goed zou komen. Zo is het altijd gegaan met bezorging. Je weet, er wordt wel eens een dag gemist. De bezorger is niet lekker, weet ik veel wat. En dan na enige tijd komt het weer goed. Bovendien kon je vroeger naar de lokale chef bezorging bellen. Dat kan ook niet meer. Dus je raakt, ik heb er vaak over. Het wordt een eentonig verhaal, maar je raakt al heel snel verstrikt in een onbegrijpelijk net van nummers die je in moet vullen. Passwords die je in moet vullen en dat er dan toch uiteindelijk niemand aan de lijn komt of de bekende mededeling. Sorry, we hebben het zo druk. Je kunt beter neer. Nou, ook dat, ook bij de kwaliteitskrant had deze verschrikkelijke schimmel, de zogenaamde internetschimmel, had daar zwaar toegeslagen. Heb je niet online gelezen? Want je kunt natuurlijk online, net zoals je de New York Times... Ja, online... ik had geen zin om erover op te winnen. Nee. Ik heb er even over opgewonden. Toen dacht ik, nou ja, dan moet ik het maar zonder krant doen deze week. Hè? Gelukkig is teletext altijd. Dat doet het altijd. Ik ben een groot liefhebber van teletext, zoals je weet. Compact, geen gezeur, geen presentatie. Prima, ideaal. Er zitten wel vrij veel spelfouten in, sorry. Ja, moeten we even ik denk bij. Dat de stagiair dat tikt bij de NOS. Dat ze er gaan zeggen. Ja, ze hebben ook wel verteld dat ze in de COVID-tijd dat het thuis gemaakt werd. En dat ook gevolgen had voor de kwaliteit van de berichtgeving. Maar het is een fantastisch systeem. Bij mij weten er zijn er heel veel mensen die regelmatig even naar teletext kijken. Er is ook een appje even op je telefoon. En dan kun je dus teletext en die vormgeving op je telefoon krijgen. Ah, dat heb ik dus niet. Want dan zit je helemaal de hele dag op dat ding te koekeloeren. Dat valt je wel op toch als je zo rondloopt. In werelden waar je vaak natuurlijk niet zo komt, dat mensen toch de hele rotganse dag op die telefoon zitten te koekeloeren. Het is verslavend, zo is het ook gemaakt. Ja, ze zien het toch als kennelijk als een soort extra persoon die ze bij zich hebben. Ja. En ze moeten er alsmaar op kijken om alle mogelijke redenen. Maar dat doe jij toch ook? Ik gebruik hem als horloge, dat zeg ik alles. Ja, maar je krijgt toch ook berichtjes die je leest op dat ding? Als die pinkt, dan ga ik wel kijken, ja. Maar dat gebeurt relatief zelden. Ik ben niet iemand die actief is in diverse appgroepen. Nee, 0,0. Het is dus niet zo dat als jij met de opnames met je broer en zus even moet wachten, dat je even op je telefoon de berichten gaat zetten? Nee, zeker niet. Ik zet hem uit. En dan kijk ik s'avonds wel wat er. Want ja, want dat is het. Laat ik ook iets positiefs zeggen. Een van de mooiste dingen van dat ding is dat je kunt hem uitzetten, urenlang. En dan zet je hem aan en dan zie je wie je gebeld heeft. Of die wie een appbericht hebben gestuurd. En daar kun je dan wel of niet op reageren. Ja. Abonneer je ondertussen op ons kanaal. Dat doe je door te klikken op het plusje op Apple Podcasts. En op volgen en het belletje op Spotify. De pechgeneratie dat we een kookwaar vrijgeven is dat. Ga lekker naar huis koken. Veel beter. 2 weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.